Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag in de video neem ik even heel vroeg op. Het is 8:30 geloof ik. Oké, niet heel vroeg, maar voor op een zondag wel. Ik heb een update check gemaakt en ik heb een zaterdag video gemaakt. Maar die gingen allebei niet zo goed. Ik miste stukjes of ik was gewoon te lui om ze online te gooien of ik was het vergeten. Bijvoorbeeld gisteravond om 11:15, toen ik al bijna naar bed ging. Oh, mijn video moet nog online. Whoopsie. Maar, ja, dat heb ik toen niet meer gedaan. Maar in deze video ga ik wel wat dingetjes uitleggen. En echt hopen dat het zo is. Want ten eerste zien jullie mij met een compleet nieuw setje. Dit is mijn race set. Eigenlijk met deze broek, maar die vind ik niet zo mooi. En ik heb 3 starcoins. En ja, ik kan geen nieuwe broek kopen. Dus ja, die komt volgende week. Maar waarom ik nu toch een race setje heb gekocht, is omdat ik meedoe aan verschillende giveaways op Instagram. En dat betekent dat ik starcoins kan winnen op een heel nieuw account. Ik doe aan ongeveer 6 giveaways mee of zo. Eentje is ook via YouTube. Die van dat account, die eindigt vandaag op zondag. En als ik die heb gewonnen, dan doe ik de game video op dat account opnemen. Dat ze misschien een paard kunnen kopen of zo. Want het schijnt dat ze rond de 1400 starcoins heeft. Maar dan kijken we even. Misschien kunnen we zo'n account inspecteer ding doen, maar dan moet ik het wel winnen. En dan is er nog een giveaway van 1000 starcoins die volgende week zaterdag eindigt. En nog een andere giveaway, maar die is niet van starcoins of starrijder. Dan een andere giveaway waar ik aan meedoe, daar heb ik ook een edit voor gemaakt. Want dan kon je een extra ticket krijgen. En ik vind dat ze best wel mooi zijn geworden. Ik denk eigenlijk wel dat ik die 1000 starcoins van die ene giveaway met die edit ga winnen. Want er deden niet heel veel mensen mee. Want volgens mij was het rond de 25 of zo. Dus ja. En die eindigt volgende week zondag. Dus als ik die starcoins win, doe ik ze natuurlijk even invullen op mijn Shadow Sister. En dan, ja, dan kan ik, beetje moeilijk uitleggen. Als ik die op zondag zeg maar win, dan heb ik de zaterdag video natuurlijk al opgenomen. En op zondag wil ik het liefst niet een video dat ik een paard koop. Dus die zou ik dan voor de game video doen. Maar we moeten even kijken of ik het überhaupt win. En dan is er nog een giveaway van 5000 starcoins. Maar diegene die wil 4000 volgers. Maar dat gaat een beetje traag. Dus die giveaway die bestaat al een maand. Maar dat zijn ze wel ongeveer. Ik doe er aan nog eentje mee, maar ik weet niet meer welke. Oh ja, van iemand die wil 2000 volgers. Die was heel lang weg. Toen had hij al lang over de 2000 volgers. Maar omdat die giveaway niet eindigde, gingen mensen haar ontvolgen. Dus had ik er op privé gezet van, hey, je hebt 2000 volgers. Wanneer komt het einde van de giveaway? En dan de zaakjes van niet opdringerig bedoeld. Nou, 3 maanden later, als ze net geen 2000 volgers meer heeft. Nee hoor, ik heb er geen 2000. En dan echt, toen werd ik echt ziek. Maar ja, dat is van 500 starcoins en daar heb ik nu niet zoveel aan. Maar ja, dat. En ik ga even laten zien hoe snel mijn race setje is. Want Diamond die is nu level 8. En ik heb de tuigen
gisteren gekocht terwijl ik op Diamond zat. Dus ik heb nog niet van paard geswished. Kijken hoe snel die is. Maar ja, ik vind dat Diamond überhaupt al veel sneller is met dit setje. Dus ja. Ik had echt gewoon een zwarte broek moeten kopen, jongens. Maar uit die video kan ik misschien wel een klein stukje doen op deze video. Want ja, het is gewoon een tip dat als je een goed race setje wil kopen met weinig star coins. Dan, ik had denk ik, wat zal het zijn, 300 star coins nodig denk ik om een goed race setje te doen. We gaan even racen, want dan wordt die level up. Tenminste, dat hoop ik. Om een goed race setje te krijgen, zodat je niet veel star coins hebt, kun je in shops en het winkelcentrum, want ik heb alles in het winkelcentrum gekocht, moet je laagste prijs in star coins aantikken. En dan zoeken naar de goede dingen. En qua shirt is het rijden 8 het best. Qua broek rijden 5. Maar die is niet in het winkelcentrum. Qua handschoenen rijden 4. Voor de rest alleen maar 4 volgens mij. En voor paard moet alles snelheid 3 zijn. En dan ja. Oh, en als je echt kampioenschappen wil gaan rijden, zou ik eigenlijk een Morgan of een IJslander nemen. Want die zijn best wel heel erg snel. Want ik weet niet waardoor dat komt, maar die zijn echt sneller ofzo. Die zijn makkelijker te sturen, want die hebben ook iets met behendigheid ofzo, dat dat makkelijker gaat. Iep. En ja, IJslanders zijn gewoon leuk. Oké, als die nu niet level up is, gaan we ook even de springrace doen. Maar kijk jongens, hoe snel. Ik heb bijna mijn huis gekocht. Oh, de beste van deze week met een level 8 paard. Oh, nou bedankt Star Stable. Oh ja, wacht. Ik ben zo dom. Het is net een nieuwe week. Vind je het gek? Oh my god. Ik dacht echt van, oh wauw. Maar Star... Hey, is een level hoog. Jee. Maar Star Stable doet zeg maar... een beetje gek daarover. Die doet. Wat is de beste van deze maand? 26. Wat is mijn beste? 28. Ja, dat ga ik niet redden hoor. Ja. Maar. Ja. Je moet dan gewoon de laagste prijs doen. En dan gewoon goede tuig uitkiezen. En er is een speciale markt. Ik weet niet waar ik heen rijd. Ik ga denk ik gewoon rondjes rijden. Er is een speciale markt en op die markt, dan daar kun je, ik ga even naar Moorland. Op die markt kun je Morgans kopen met tuig. Het beste paardentuig kun je zeg maar kopen en dan gewoon voor het normale bedrag. Dat is fucking slim. Alleen, ik zei het al in de update check. Maar ja, die is nooit online gekomen. Dat ik het zonde vind dat ze maar 1 week zeg maar hier blijven. Ik zal er even naartoe gaan. De paardenmarkt is in Fort Pinta. Maar die speciale markt is bij dinges, bij Steve. Dus daar gaan we even heen. En er is een nieuw tabblad, dat is dit. En dan kun je je sterren zien. Maar ik heb nog niet zo heel veel sterren. Maar ik vind het best wel handig. Maar jongens, zeg in de comments of jij... Ik ga even aan de kant van die auto, want die rijdt hier. Zeg in de comments of je denkt dat deze en deze en deze en deze nog meer tabbladen worden. Voor snel toetsen. En dat je dan dit wordt aangepast ofzo. Zeg in de comments wat jij daarvan vindt. Want ik denk dat eigenlijk wel. Oké, verder. Hier staan Morgans met fucking mooi tuig. Oké, deze is mooi. Maar het paard is niet zo mooi. Deze paard is mooi. Het setje is mooi. Maar die bandages passen niet. En hier heb je Goldy met een blauw setje. En in de video waarin we Goldy gingen kopen... hadden Natalia en ik echt zo bedacht van... ja, we willen een blauw setje, maar ik had een bruin setje gekost. En
Dat past niet. Oké, de video was voorbij. Dat betekent dat ik 10 minuten bezig ben. Ja, voor de rest is het wel hetzelfde, denk ik. Kijk, hier staat nu nieuw. Maar dit hoofdstel, dat had ik vorige keer. Dus ja, ik snap niet waarom daar nieuw staat. Oké, Oh, dat ging goed. Misschien kunnen we Steve's race nog eventjes doen, want hoe heet het? Die doen mensen meestal als eerste. Het is wel 8:30, maar 9:15. Ik ben alweer even bezig. Oh ja, mensen zijn hem al aan het doen. Dus dan ga ik hem ook doen met mijn resetje en level 9 part. Ik wou weer 8 zeggen, maar hij is nu level. Oké, let's go. 3, 2, 1, go. Oké, ik heb niet mijn highscore, maar als ik die had gehad, dan was ik de beste van de maand, geloof ik. Ja, als ik mijn highscore had gehad, was ik de beste van de maand. Misschien ga ik dat nog wel eventjes doen, want dan krijg ik geld. Ik ga je even een clip vragen. Jongens, het gaat weer beter met Shadow Sisters Army. Met mijn clubpie. Oké, er is nu niemand online. Oh ja, Sophie Springer Rood, je zit in mijn video. Kijk jongens, we hebben al best wel veel leden weer. En dat is leuk. Stephanie Orangebrook. Ik heb echt het idee alsof ik die naam ergens eerder heb gezien. Oké, Jij, kom in mijn club. Sorry. Daar heb ik zin in. Oh. Zo, gaat er nog in ook. Welkom. Nou jongens, dan hetgene waar jullie echt voor komen. En dat is de data van de fandag en livestream voor de 100 abonnees. Yay! Dus de dag en de livestream. De wat? Die zin klopte niet. De data van de fandag en livestream. Dat is volgende week zaterdag, dat is 14 april. We beginnen om 14 uur, wat? Nee, om 1 uur bij Moorlandput op Hurricane Hill server. Als je niet weet welke server dat is, dan moet je even op de site kijken. De livestream begint een paar minuten voor 1, omdat ik dan even in mijn homestable in Moorland sta. En dan ga ik naar buiten. En ik hoop dat er dan meerdere mensen staan dan bij mijn vorige fandag. Want daar stond alleen maar mijn hele club klaar. Dus kijk, ik zeg niet dat mensen van mijn club niet mogen komen. Maar ik vind het ook leuk als er echt gewoon mensen komen. Dus ja, ik wil je bedanken voor het kijken. Momentje, Judith, nog wat. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!